is... De Stem van Schiedam. De rubriek waarin jouw mening centraal staat. Vandaag peilen we je over dit onderwerp. Dat is geen goede zaak natuurlijk. En waarom niet? Nou, omdat dat ten dienste is van iedereen. Daar kan er bijna levens mee gemoeid zijn natuurlijk. Ik weet er niks van. Nee. Nee. En u vindt het ook niet, u vindt er niks van? Dat ze gaan staken, ja, dat vind ik niet zo goed natuurlijk. Dan kan ik er niet meer naartoe. Maar snapt u het wel? Nee, ik weet er niks van. Ik weet niet waarvoor ze staken. Vind ik goed. Ja, nou, dat zal wel nodig zijn dan, hè. En ook als de spoedeisende hulp dan alleen open is? Ja, dat moet dan wel. Dat moet, moet gewoon gebeuren dan. Mensen hebben het veel te hard nodig. Ik heb het gelezen vanmorgen. Dus afwacht maar, het is status open toch? We hebben nog even de tijd, hè? Nou ja, misschien hebben ze er wel recht op. Dus. Ja, want is voor een betere CAO, vindt u dat nodig? Nou, voor het algemeen personeel wel, maar niet voor de top. Ja, als de zorg maar niet in de knel komt, dan vind ik het goed. Ja, ze willen alleen de spoedeisende hulp open gaan houden. Alleen spoedeisende hulp, nou dat vind ik een slechte zaak. Ja, want ik kom zelf uit Maassluis en als dat hier gesloten wordt, dan moeten we nog verder weg. Dus ik pleit ervoor om dat hier te houden. Maar meer pleit ik ervoor om een spoedeisende hulp in Maassluis te doen. Want daar komt nu een gebouw leeg en daar willen ze dus ook nog wel wat zorg brengen. En dan zeg ik op mijn beurt van, joh, zorg dat daar ook een spoedeisende hulp komt. Heel goed. Ja? Ja. En ook als dan alleen maar de spoedeisende hulp open is? Ja, want dat moet natuurlijk wel, het moet wel iets open blijven voor mensen die het nodig hebben natuurlijk. Ja? Oké, bedankt. Okay.